Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Ik ga zo vertrekken met Milky naar de kapper. Het is nu 11 uur, om 11:30 moet Ella niet zo vechten, hè? De katjes zijn hier zo aan het vechten ineens. Maar dus om, wat ik nu zeggen, om 11:30 moeten wij bij Miss Miauw zijn. Ik weet niet of jullie die vlog vorige keer hebben gezien van Milky. Ben ik eerst bij een andere kattentrimsalon, want dat was katten en honden, geweest. En dat was geen succes, want die hadden Milky direct vastgemaakt en zo. Dus Milky was helemaal stressed out en 10 minuten later belde die mij al om hem te komen halen. Maar bij Miss Miauw, bij Sarah, is Milky echt op zijn gemak. Vorige keer heeft hij Milky helemaal kunnen scheren, omdat Milky had zoveel klitjes, dus dat moest echt wel geschoren worden. En het was helemaal gelukt. Hij zag er misschien even niet uit, maar ja, het was wel echt super goed. Het was zo'n lieve, niet normaal voor de katjes, echt. Zij is zo lief daartegen en Milky was gewoon zo op zijn gemak. Dus ik ga deze keer weer daar. Milky's en haartjes zijn aan het teruggroeien. En dan ga ik bij Miss Miauw. Dit is trouwens niet gesponsord of zo. Ik ben gewoon super tevreden daarover. Ik hoop dat het deze keer natuurlijk ook weer heel goed gaat meevallen. Maar vorige keer was ik heel tevreden daarover. Dus daarom ga ik ook daar. Milky. Milk. Milkietje. Gaat je verstoppen? Hè? Huh? Daar zit je. Kom. Milkietje. Dat is echt flink. Dat is echt op zijn gemak. Zalig, hè? Ja. Je ziet dat ook aan. Oh, dat is lijkjes. Oh, ziet ze. Ik zei toch dat we vliegen. Ja. Schattig. Ja, dat is altijd positief, hè? Ja, schattig. En we zijn terug. Kijk eens naar deze mooie fluffy kat. Oei. Wat was dat? Had je een kriebeltje. Kijk eens. En hoe mooi hem is. En hij was zo flink, hè? Maar jij en Sarah zijn goede vrienden, hè? Ja, hè? En ik heb ook zo, ze verkoopt zo van die, ik denk dat er catnip in zit, zakjes. En ik dacht, ik ga er zo eentje meenemen. Milky is daar niet echt een grote fan van. Maar Muffin, zoals je kunt zien, wel. Hè? Dat is leuk, hè, Mups? Ja, dat is leuk, hè? Oh, kijk eens hier. Kijk eens hier. Oh, kijk eens hier. Oh, pak het maar. Pak het maar. Is het genoeg? Nee, hè? Nee. Ziet ze? Ze vindt dat leuk, hè? Ja, hè? Oh, wat is dat? Ja, dat ruikt, hè? Dat ruikt, hè? Leuk, hè? Ik ben trouwens ook een broodje gaan halen. Bij tankstation Rutte. Ik ga er misschien nog kaas tussen doen. Ik heb broodje eiersla met groentjes. Geen tomaat. Ik ga er wel nog een lapje kaas ook tussen doen. Van mijn lactosevrije kaas. Want dat is lekker. En Sarah van Miss Miauw van het trimsalon heeft ook een cattery trouwens. Dus die kweekt één keer in het jaar een nestje van katjes. En die had kittens van 6 weken. En ze zei, wil je ze zien? En ik zei, ja. Die waren zo schattig. Zo fluffy. En oh, echt zo mooi. Moet mama nog een katje kopen? Mijn schat, hè? Nou ja. Oh, amai. Haar. 2 is wel genoeg, denk ik. Ik zou, als je mij liet doen, direct. Oh, ik hou zoveel van katjes. Maar ja, Niels zegt altijd nee, dat is dan meer werk. En natuurlijk als je op vakantie gaat en zo, weer nog eens één om opvang voor te zoeken en alles. En dat is ook wel waar. Maar echt, oh, zo mooi. Ik zal trouwens eens zien op haar Instagram pagina voor een foto, want echt
Ah, hier. Hier is er eentje. Die waren echt zo mooi. Oh. En wacht, welk ras is het weer? Ze heeft het gezegd. Een Siberische kat. Neva Masquerade Siberian Cat. Dat was het, denk ik. Ik hoop dat ik het goed zeg. Zeg maar echt, dat was mijn hart. Ik smalt echt. Zo lief. Maar ja, oké. Okay. Misschien ooit in de toekomst, als ik nog wel een katje wil. Maar ik denk ook gewoon dat Milky vooral het niet leuk vindt als er nog een kitten zou bijkomen. Die krijgt soms al zenuwen als Muffin te hevig is of te veel wil spelen. En ja, Milky wordt nu 8. Hij is, ja, volgende maand wordt hij 8. Dus ja, ik wil die dat niet aandoen. Maar oké. Okay. Ik ga mijn broodje eten, wat werken. En dan ga ik deze vlog al proberen te monteren. Want ik wil die eigenlijk binnen 2 uur online hebben. Anders heb ik weer geen vlog vandaag. Maar ik dacht, nu dat ik toch iets heb gedaan naar het kattentrimsalon geweest. En ik heb ook nog een chiquelhaul voor jullie. Dacht ik, ga ik de vlog maar ineens online gooien. Ik heb voor jullie een kleine Chiquelle haul. Ik heb weer 4 items bij Chiquelle gevonden die ik super mooi vond. Dus ik ga jullie deze laten zien. Ik heb ook een kortingscode voor jullie bij Chiquelle. Die zal ik hier zetten. Die kunnen jullie gebruiken als jullie daar zelf willen shoppen. Dan krijgen jullie korting. Dus dat is natuurlijk super fijn meegenomen. Ik ga jullie alles laten zien wat ik heb gekocht. En misschien kunnen jullie daar wat inspiratie uit halen. Als eerste heb ik dit lichtgele jurkje gekocht met een cut-out aan de buik. Zo meer ter hoogte van de ribben is dit. Ik ga alles zelfs ook aandoen, dus dan kunnen jullie het ook nog te goed zien. Dus ribstof, zo super stretchy, dus heel fijn. Want ik denk ook dat deze one size zijn. Ja, one size. Maar one size fits all dus, omdat die zo stretchy zijn. Dan heb ik jullie in mijn vorige Chiquelle haul een broek laten zien waar ik helemaal zat van was. Een grijze met brede pijpen, zo ook een ribbroek. Muffin is hier mijn topje aan het aanvallen. Muffin, nee, laat dat maar liggen. En dat is zo een flared rib pants. En ik zag dat ze die ook in een andere kleur hadden. Namelijk in deze roestkleur. Dat is zo roest oud roze. Ook weer de brede pijpen en zo'n lossere elastiek. Dus dat vind ik wel super aangenaam om thuis aan te doen. Dat dat zo niet zo heel dag spant of 's avonds als je zo veel hebt gegeten of zo. En je bent wat bloated. Dan zit het echt super zalig. Dan heb ik een ongeveer dezelfde kleur. Dit is iets meer zalmroos. Dit topje. Dit is echt zo een topje met hele dunne spaghetti lidjes. Ik heb dit al in het zwart, in het wit, in het paars, blauw en nu ook in het zalmroos. Die zitten echt zalig. Echt een van mijn favoriete topjes om aan te doen, om onderaan te doen, maar ook gewoon om zo aan te doen. Of met een blazertje over of op zo'n chillbroek thuis zonder BH. Dan zitten die ook gewoon lekker strak. Dus dat is wel fijn. Ik heb dit trouwens in een medium. En ook de broek heb ik in een medium. En dan als laatste heb ik nog een jurkje gekozen. Maar dan ga ik spijtig genoeg moeten terugsturen. Want dat is veel te klein voor mij. Als dit fel fuchsia roze jurkje. Ik vond het super mooi op de site. En het is echt zo heel simpel eigenlijk. Ribbelstof, dunne bandjes. Maar ik dacht ook voor de zomer of zo, dan met een wit blazertje erover, zo'n oversized blazertje, dat dit echt wel heel tof zou zijn. En met zo van die witte Nike Air Force Ones of zo eronder, zou wel cool zijn. Maar het is dus echt wel veel te klein voor mij, dus ik ga het ook niet aandoen, want ja, ik wil dat niet kapot maken of zo, ik wil dat nog kunnen retourneren. Maar dat is dus dit. En hier zijn denk ik ook geen maten in. Ah jawel, ik heb een maat medium genomen. Maar dus ja, dat valt best kleiner uit dan wat ik had gedacht. Oké, en nu ga ik alles voor jullie aandoen.
Oké, dat is alles voor vandaag. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Vonden jullie het leuk om mee te gaan naar het trimsalon? Laat me trouwens in de comments weten of jullie ook katjes hebben. Of hebben jullie honden? Ben ik ook heel benieuwd naar. Zijn jullie misschien... Milkjes met het zakje aan het spelen. Zijn jullie misschien meer hondenmensen? I don't know. De bel gaat. Ik denk dat dat mijn mama is. Dus tot volgende keer.